Dames en heren, leuk dat jullie kijken naar alweer de derde aflevering van F1 22 My Team Career Mode. Mocht je nou denken... Mocht je dat nou denken, aflevering 3 al, ik heb de eerste twee gemist. Staat een linkje naar de afspeellijst in de beschrijving en dan kun je ze gewoon lekker allemaal even rustig kijken. Vergeet je verder niet te abonneren, want we blijven natuurlijk beuken. Vandaag is het tijd voor de Grand Prix van Australië. We hebben de pituitrusting afgelopen weekend, zeg maar, tijdens de Grand Prix binnengekregen. Dus ik weet niet of die al telde voor... de Grand Prix van Saudi-Arabië. Daar ging de pitstop overigens wel goed, dus dat is positief. Maar goed, als het goed is nu nog beter. Verder zijn de aero, chassis en personeelafdeling allemaal level 1. En dan verder is het een belangrijke week, want er komen best wel wat upgrades binnen. Ook hebben we een mislukte upgrade aan de centrale bodem voor de gewichtsvermindering. Dus een kleine update, kost me nu 250 resource points en is dan 100% zeker binnen voor Australië. Kan niet fout gaan. Dan hebben we verder op alle afdelingen onze capaciteit bereikt, dus we kunnen verder geen ontwikkelingen doen, ondanks dat we wel... in principe genoeg resource points zouden hebben, maar goed. Verder was er die glitch met die verbrandingsmotor die 56% had na één race. Ik las al in de comments dat het dus een glitch was en dat het bekend was. Volgens mij is het gesaved, want vorige keer heeft het me maar 8% gekost. Dat lijkt me wat realistischer. Al die nieuwe onderdelen zien er nog super goed uit, dus dat is lekker. Dan spoelen we de week door en dan is het de vraag. Krijgen wij op 3 april een ontwikkeling aan het ontstekingssysteem? Het antwoord is nee. Er is bijna nog geen één ontwikkeling in één keer gelukt. Dat is echt te triest voor woorden. Ik kan hem nu doen met 0% faalkans. En dat ga ik ook zeker doen. Is hij wel voor Italië, voor Imola binnen. Wel pas na deze Grand Prix dus weer. De balkvleugel, lukt die dan? Jawel, die lukt wel. Volgens mij had hij 26% faalkans. Dus dat is lekker. Dan krijgen we de centrale bodem. Nou, die krijgen we zeker binnen. Want dan was die 0% faalkans. Update. En dan last but not least de bovenwielse winglets. Ook 26% faalkans. Lukken ook. Oké, dat is positief. Dat betekent 2 extra ontwikkelingen mee aan de aero naar Australië en dus eentje aan de chassis. Dat betekent ook wel dat we ruimte hebben om ontwikkelingen te doen. Deze heeft 54% korting, kost daardoor maar 250 middelenpunten. Dat komt dus door alle trainingen die we afleggen. Daardoor speel je die kortingen vrij. Die gaan we dus sowieso doen, want het kost bijna niks. Aero hebben we de pech dat we nergens nog een korting hebben staan. Behalve bij deze grote update. Maar ja, daar heb ik weer niet genoeg resource points voor. Dus daarvoor ga ik dan een upgrade aan de voorneus doen voor de downforce. Is helaas maar een kleine, maar goed, het is niet anders. We doen het qua aerodynamica trouwens echt goed, als je nu ziet in de vergelijking met andere teams. Dan is het tijd voor een Pirelli Hot Lap. Natuurlijk belangrijk voor geld en faam. Dus deze moeten we even nailen. Wow, oké, let's go. We moeten gaan driften in deze heerlijke McLaren. We moeten 14.000 punten voor goud. Dat gaat nog wel even duren dan. Zo. Nou, dat was wel even lekker. Ik hoop dat ik dadelijk iets soepeler over deze baan heen ga. Oh, ik mag de muur niet raken. Ah, ik wil zeggen, dan ben je al je punten kwijt. Ah, dit is een hele lekkere. Zo. Dit was een lekkere. En ik klap bijna 1000 punten erbij. We zijn nu brons. Het is ook de max bij mij, hoor. Ja, nou, we doen het er maar mee. Het is niet mijn spel, dit. 25k. Prima. We zijn in Australië en de grote vraag, tenminste mijn grote vraag is, hoe hebben we het gedaan in de ontwikkeling? Kijk, dit is lekker. Oké, iedereen is hard aan het ontwikkelen, dat is op zich logisch. Wel het idee dat we weglopen bij de twee teams onder me. Het is voor het eerst ooit in een career mode dat Williams niet bij far het slechtste team is. Ja, dat middenveld zit zo dicht bij elkaar. Kijk, in principe zijn we de 9e auto van de 11, maar... je zou zomaar best of the rest kunnen worden, want de 4e auto zit bijna gelijk aan je. Dat is zo fucking spannend, dat is echt leuk. Dat maakt het dit jaar ook echt leuk. We gaan het zien, de Grand Prix van Australië. En ik moet zeggen, Fittipaldi doet het goed op de baan, in kwalificatie en in race. De eerste twee races, absoluut tevreden over, maar hij brengt weer 0 punten in kas. 0 middelenpunten voor de ontwikkeling. Dus dat is een beetje jammer. Verder, die kortingen die blijven maar oplopen. Er is nu al een korting aan de Borgies van uiteindelijk 86%. Als we hier de eerste run in kwalificatie ingaan. Dus over het circuit van Australië. Wat natuurlijk aangepast is. Ik heb het al een keer gereden in de pre-build van de game. Daar heb ik toen ook een video over gemaakt. Toen reed ik al de aangepaste circuits. Maar ik moet zeggen, ondanks dat was het toch behoorlijk wennen. En wat ook gewoon wennen was, was die setups. Dit is best wel een tijdje geleden opgenomen. Inmiddels komen een beetje de OP-settings in setups naar buiten. Wat rijdt nou het makkelijkste? Ik merk ook dat... als ik in de tegenwoordige tijd praat, ik het zelf ook meer onder de knie begin te krijgen. Maar deze race is nog afkomstig van een moment dat ik dat niet zo onder de knie had. En dat ik echt gewoon aan het struggelen was. Als ik dan vervolgens een run inzet en letterlijk, volgens mij is het Hamilton, misschien Russell.
ik kon het zo snel niet zien, naast me zit, ja, dan weet je eigenlijk al in bocht 1 en 2 dat je daar super veel tijd verliest. Maar je ziet ook, hij blijft constant plakken. En hij was volgens mij niet eens in een run. Nou, dan deze nieuwe bocht. Het was trouwens Hamilton. Fok ik helemaal op. Je ziet ook, ik stuur naar rechts als hij net voorbij is. Dat was gewoon pure onvrede. Maar ja, deze run is dan vervolgens voor saus. En er gelukt niks qua verbetering. We zijn wel in die eerste run, die wel telde natuurlijk, die wel is afgemaakt. 2/10 sneller dan onze teamgenoot. 2 seconden achter de man op dit moment op plek 1. Als je dan ziet dat we hier vervolgens een betere exit hebben, waardoor we best wel wat tijd weten te pakken. We waren ongeveer 2/10 langzamer dan onze tot dan toe snelste tijd. Maar hier pakken we eigenlijk de volledige winst in slechts 2-3 bochten. In 1 exit en 1 bocht eigenlijk. Dan aanremmen voor dat laatste stuk. Een hele langzame bocht linksaf, waar ik eigenlijk de apex helemaal mis. Veel tijd verlies. Maar op die exit pakken we wel weer redelijk wat tijd terug. Opkomen rechte stuk. Ga ik net iets eerder naar mijn gas. En weet ik er nog net 6 à 7 honderdste vanaf te snoepen. En ja, het levert geen plekverbetering op. Maar wel iets qua tijd. Dat is ook wat waard. Als je ziet dat we dan nog 1 run doen voor het vallen van de vlag van Q1. En dan is het met name hier de vernieuwde bocht 3. Waar we heel veel tijd weten te pakken. En uiteindelijk bijna 3/10 onder onze dan toe snelste tijd zit. Uiteindelijk verlies ik in de tweede en derde sector weer behoorlijk. Is de verbetering net iets meer dan 1/10. Maar ook dat zorgt niet voor plekverbetering. En uiteindelijk is de vraag, waar kwalificeren we ons uit Q1? En het antwoord is plekje nummer 17. Ik kom al met al toch nog 4/10 tekort om sneller te zijn dan Joe en door te gaan naar Q2. Maar wel voor het eerst dit seizoen outqualifyen we onze teamgenoot. Welkom bij de Grand Prix van Australië in Melbourne voor wat ongetwijfeld een intense racedag zal worden. Ja, qua strategie is het vrij simpel. De computer geeft aan dat soft medium optie is, maar dat is veel te agressief en veel te veel risico. Dus we gaan gewoon voor medium hard. Je ziet ook eigenlijk dat iedereen dat doet, behalve Vettel en Stroll. De Aston Martins hebben dus kennelijk iets gevonden qua bandenslijtage. En gaan allebei starten op de softs en gaan de soft hard wel proberen, waar wij wel voor medium hard gaan. Ik denk dat ik anders te veel slijtage heb. Overigens starten we als 16e, omdat Magnussen een penalty heeft gepakt. Ik wist trouwens niet dat je mocht inhalen tijdens een warm-up lap. Maar goed, ik wilde nog even burn-outjes gooien, maar dat zat er helaas niet in. Banden, zeker voor, aardig op temperatuur, achter, had iets meer gekund. Maar goed, ja, ik was gewoon een beetje afgeleid van het feit dat zij mij inhaalden. Als inmiddels de lampen uit zijn, zogezegd gestart vanaf P16 door de grid penalty van Magnussen in de Haas, hebben we een best wel prima start. Maar Stroll buitenom op die softs, helemaal met een vliegende start. Als wij hier aanremmen, Joe voorbij zijn in bocht 1, dan even extra aan moeten remmen en van het gas af moeten, omdat Tsunoda voor langs komt. Uiteindelijk winnen we een plek en verliezen we een plek. Oftewel, we blijven op P16 staan en die Stroll die gaat als een beest. Dan remmen we nog even bocht 3 aan de binnenkant van Ricciardo. Gaat Tsunoda weer bij ons voorlangs. Moeten we van onze lijn af. Mag niet helemaal, maar ja goed. Als ik het niet had gedaan, dan hadden we een crash gehad. Dus op zich is het prima dat we die voorkomen. Maar daardoor moet ik wel de plek aan Ricciardo weer opgeven. Komt dus eigenlijk allemaal omdat Tsunoda tot 2 keer toe mij in de weg zat. Maar goed, hij rijdt ook zijn race en zijlijnen, dus helemaal gelijk. Als je hier de start nogmaals ziet met teamgenoot, niet heel best. Helemaal van achteraan weg en verliest eigenlijk alles en iedereen. Echte poepstart. Wij hier aan de binnenkant nog van dus Joe en dus uiteindelijk ook Ricciardo aanremmen bocht 3. Maar al met al gebeurt er eigenlijk weinig. Blijven om het even. We winnen een positie, verliezen een positie. Maar als we dan eens mee gaan kijken vanaf de start vanaf Lance Stroll, dat is helemaal bizar. Natuurlijk, hij start op de softs, wij hem op de mediums. Dus ja, hij heeft gewoon meer grip, meer tractie. Is goed weg van de lijn, is mij eigenlijk al gelijk voorbij. Joe dan ook nog gelijk voorbij. Hier heeft hij al 2 posities te pakken. Ricciardo nog voorbij voor de 3e positie. Dan komt hij hier aan de buitenkant van onze grote vriend Mick Schumacher. Maar die gaat er dan heel diep in. Hij zit aan die buitenkant en door Tsunoda of Gasly, in ieder geval de AlphaTauri die daar zit, moest hij wat vroeger naar de rem toe. Maar uiteindelijk gaat hij die ook nog voorbij. Zo te zien was dat Tsunoda, want die rijdt nu op P14 en dus Stroll naar P13. Terwijl dat hij startte als 17e. Een hele goede start heeft hij gemaakt als wij hier zijn aan de binnenkant van Ricciardo in de vernieuwde bocht 11. Hij natuurlijk is een thuisrace. Bocht 11, iets meer ruimte. Dan gaan we zij aan zij richting bocht 12. Hebben wij hier de binnenkant, laten we hem staan. Geven we wel gewoon ruimte aan Ricciardo. Maar dan hebben we een iets betere exit. Dan kunnen we hier de deur definitief op slot gooien. En winnen we dus uiteindelijk toch nog een positie in onze openingsronde. En schuiven we op naar plek nummer 15. Als je ziet dat we prima kunnen aanhaken nu bij Tsunoda. Stroll zit daarvoor en de vraag is een beetje, wat voor pace kan hij gaan rijden op zijn softband? Maar ja, hij zit op zijn beurt weer vast achter Lando Norris, die ook gewoon op de mediums is gestart. Lando Norris natuurlijk de teamgenoot van Daniel Ricciardo, die wij hier inhaalden aan het einde van de 3e sector. Eigenlijk halverwege de 3e sector. Bocht nummer 11, bocht nummer 12 van naast. En dan vervolgens hier
Ja, kan hij niet anders dan gewoon achter mij aansluiten. Is maar één lijn door deze bocht heen. Wij kunnen hem iets wijder aansnijden. Hebben een betere exit. En pakken dus de positie. En het is mooi dat we battelen met de McLarens. De McLarens natuurlijk in my team. Ja, echt wel een hele slechte auto. Zo eerlijk moeten we ook alweer zijn. Als we inmiddels opschuiven naar einde rondje 4. Dus ingang rondje 5. Als je ziet dat wij dus de aansluiting kunnen behouden. Met Tsunoda, Stroll en Norris. En Norris rijdt gewoon op P12. Richting de punten dus al. Net daarvoor rijden Ocon en Schumacher. En Ocon dus gewoon in de punten. Ocon op plekje nummer 10. En op zich, na 5 rondjes hebben we het best wel prima voor elkaar. Ricciardo kon ons niet echt aanvallen. En we kunnen prima volgen. Ik merk wel nog steeds dat we op dat rechte stuk wat snelheid tekort komen. Maar in de bochten, en zeker in dit deel, bocht 3, 4, 5... loopt onze auto gewoon goed. En komen we best wel wat dichterbij. Als we zien dat achter ons mijn teamgenoot wat meer problemen heeft. Zit tussen Albon en Latifi in. Letterlijk op plek 21. 1 na laatste. Echt aan het struggelen. Dan krijgen we hier ook nog een gele vlag. Zien we dat Latifi mijn teamgenoot voorbij gaat. En dan is er een pluimpje wolk uit de uitlaat van mijn teamgenoot Fittipaldi. En dat betekent dat zijn Red Bull Powertrain motor het heeft begeven. En hij is dus uit de sessie. Dat betekent de eerste uitvalbeurt voor ons team van dit seizoen. En wie er ook een uitstapje maakt is onze grote vriend Yuki Tsunoda. Bocht 1 verremt zich. En dat is een gratis positie voor ons. Hier zien we nogmaals in de herhaling. Hij heeft Stroll in principe aan zijn binnenkant. Maar dat heeft er niks mee te maken. Hij gaat er gewoon te diep in. Komt in het gras terecht. Gelukkig voor hem komt hij nog uit het grind. Ik heb gezien dat je dit jaar echt vast kan komen te staan in het grind. Net zoals in het echt. En dan is je race gewoon over. Hier zie je het blokkeert zijn rechter voorwiel. Komt dan in het gras. Klein beetje grind mee. Maar houdt de auto wel rollende. Maar moet dan wel helemaal achteraan aansluiten. Nog achter de twee Williamsen. En op dit moment is op P21. De enige man die nog achter hem zit is de uitgevallen teamgenoot van mij, Fittipaldi. Als wij dan DRS hebben en Stroll, wiens softbanden het redelijk beginnen te begeven. En op precies diezelfde plek, bocht 11, als waar wij Ricciardo pakten, pakken we nu ook Lance Stroll. Nu doen we het weliswaar buitenom. Bij Ricciardo deden we het natuurlijk binnendoor. Maar goed, Stroll, ja, zijn banden, het is dus kennelijk 8 rondjes, zijn de soft sneller. En dan is het crossoverpunt. En worden de mediums juist sneller. Als we ook zien dat Stroll meteen naar binnen gaat. Dus dit is ook zijn pitrondje. En hij gaat nu dus naar de hards toe. Terwijl dat wij door gaan rijden tot rondje 11, 12 ongeveer. In ieder geval een rondje of 3, 4, 5 langer. En dat betekent dat dus de rest van de race wij constant op versere banden staan dan Stroll. Als je ziet dat Stroll ook nog wat problemen heeft tijdens de pitstop. En nog wat extra tijd verliest. Een rondje later, rondje 9, gaat ook zijn teamgenoot naar binnen. En maakt dus ook Vettel de stop van soft naar hard. Hij zat achter mij voor de pitstops. Stroll zat natuurlijk net achter mij. Vettel wat verder achter mij. En links onderin op de map zie je nu dat zij natuurlijk als enige gestopt zijn. En dus best wel een flinke achterstand hebben. Maar natuurlijk nu wel lekkere pace kunnen gaan rijden op hun nieuwe banden. Als wij nog een paar rondjes doorgaan en ik merk dat ik langzaam tijd begon te verliezen. Ik was aan het struggelen met mijn banden een beetje. En Ricciardo had gewoon meer pace op de rechte lijn. En ja, letterlijk in die bocht waar ik hem inhaalde, haalt hij mij ook in. Of nou, eigenlijk in de bocht. Niet eens in de bocht. Hij haalt me gewoon in op het rechte stuk. Je ziet ook eigenlijk in de herhaling dat ik kon hem ook niet eruit remmen of iets doen. Hier eigenlijk richting de chicane, bocht 19. Zat hij eigenlijk al naast me. Dan probeer ik hem hier nog af te stoppen. Maar ondanks dat heeft hij toch nog een betere exit. Ik probeerde hem een beetje een slechte exit in te duwen. Nou, mislukte volledig. Hij heeft gewoon een betere exit. En ook voor het aanrempunt is hij me al voorbij. Ja, en dan kun je dus eigenlijk heel weinig doen. Ik kom nog wel even met mijn voorvleugel in zijn versnellingsbak terecht. Maar het gaat allemaal goed. Geen schade. En Ricciardo pakt de positie dus terug. En wij vallen terug naar voor nu plekje nummer 14. Als je ziet dat Ricciardo dan in 2 rondjes later volledig bij me weggereden is. Nu 3 seconden voor mij. En dat laat wel zien dat ik echt pace aan het verliezen was. Als je ziet dat dit ook het rondje is dat ik naar binnen ga. Achter mij gaat het bij Magnussen wel even helemaal mis. Hij raakt met zijn voorvleugel de muur. En verliest dan ook gelijk een positie aan Joe die er nog achter zit. Nu zie je het vanaf zijn onboard. Ik heb geen idee wat hij doet. Maar wel degelijk schade aan zijn voorvleugel. Als dan een rondje later, einde rondje 13, ook ons moment is voor de pitstops, zoals wel meer mensen dat doen. We hebben dus uiteindelijk 5 rondjes langer doorgereden dan Stroll en 4 rondjes langer dan Vettel. Wij gaan ook naar de hards, komen dus op dezelfde banden als dat zij rijden naar buiten, maar dus wel op nieuwere. Als je ziet dat Magnussen een nieuwe voorvleugel moet halen, hij verliest daar toch een seconde of 6, 7 mee. Het grote voordeel voor hem is wel, hij heeft er geen extra pitstop door moeten maken, want hij zou sowieso dit rondje naar binnen gaan, net zoals wij dat dus bijvoorbeeld doen, net zoals Albon dat doet.
En zoals ook een aantal mannen voor ons al deden, waaronder bijvoorbeeld Alonso, die natuurlijk strijdt voorin. Dus daar hebben wij verder niks mee te maken. Maar ook hij ging dit rondje naar binnen. Als wij hier de pitstraat uitkomen, de vraag is, waar komen we dan terecht? Albon is Magnussen voorbij, dat is logisch. Magnussen natuurlijk die nieuwe voorvleugel moeten halen. En wij komen pal voor de deur bij Sebastian Vettel terecht. Wat dus twee dingen betekent. 1. Vettel heeft Stroll ingehaald. En 2. Vettel heeft heel veel tijd op ons goed gemaakt. Want Stroll zat net achter ons voor de pitstops. En Vettel best wel een behoorlijk stuk achter ons. Maar we zijn dus behoorlijk geundercut. Door Vettel. Het verschil met Stroll is ongeveer gelijk. We hebben wat contact. Maar geen schade gelukkig voor de Duitser. Anders had ik me weer schuldig gevoeld. Ja, ik zat daar aan de binnenkant pit exit. Hij stuurt gewoon vol naar de apex. Kan ik niks aan doen. Waar ik wel iets aan kan doen. Ik heb koude banden. Dat is natuurlijk nieuw aan deze game. En op de hards. Ik hoor bij meer mensen. Het is echt een struggle als je op hards de pitstraat uitkomt. 70 graden. Ik rem aan. En de auto stopt gewoon niet. Ik schiet rechtdoor. Ga van de baan in bocht nummer 3. En verlies gelijk 2 posities aan beide Aston Martins. En heb dan ook nog Albon op mijn dak. Maar sowieso natuurlijk de temperatuur van die mannen was gewoon goed. Die banden waren op temperatuur. Je ziet ze rijden gelijk. 1,5 seconde bij me weg met z'n tweeën. Maar wat ik dan wel een beetje krom vind. En ik weet niet of meer mensen dit ervaren. Maar de AI heeft veel minder moeite met die banden op temperatuur te krijgen. Of überhaupt om te gaan met koude banden. Want Albon in zijn Williams rijd mij hier ook gewoon voorbij alsof ik in een opaatje ben. Het is niet normaal. Hij heeft gewoon veel meer straight line speed, veel meer tractie, veel betere exit. Waarschijnlijk en de warmere banden en puur om het feit dat ik sowieso een struggle had met mijn straight line speed. Zag je net ook al toen Ricciardo natuurlijk mij voorbij reed. Als ook inmiddels een rondje later bijvoorbeeld Guan Yu Zhou en Latifi naar binnen gaan. Meer mannen die een pitstop maken. Allemaal van de mediums naar de hards op Vettel en Stroll na. Doet iedereen dat namelijk. En ook Zhou komt voor ons terecht. Zat achter ons, heeft dus een overcut gedaan, komt zelfs voor de beide Aston Martins terecht. Maar wat dit dus is, hij heeft een rondje gewoon nog kunnen pushen. Wij zaten te struggelen op die koude banden. Je ziet, hij komt nu ook op koude banden naar buiten. Verliest daar ook gelijk door een positie aan Vettel. Beetje gelijk, vergelijkbaar met ons, puur omdat zij hun banden wel op temperatuur hebben. Maar al met al heeft hij mij uiteindelijk wel geovercut. Want hij zat achter me voor de pitstraat. Voor de pitstops. En nu zit hij voor me. Dus hij heeft gewoon een goede overcut geplaatst. En hij verliest best wel wat posities. Sowieso natuurlijk aan Albon, Stroll en Vettel op de baan. Omdat mijn banden nog koud waren. En ik niet kon verdedigen ten opzichte van hun. Maar nu dus ook nog eens aan Guan Yu Zhou. Die hier zie je het vanuit mijn auto. Die gewoon een overcut op ons doet. En uiteindelijk maar 1 plek verliest aan een Aston Martin. En dus ook net voor ons terecht komt. Het is allemaal maar 1-2 seconden wat hij misschien goed maakt. Maar goed, ze zitten uiteindelijk wel voor ons. Als je ziet dat in rondje 18 dan natuurlijk de banden van Stroll 5 rondjes ouder zijn dan die van ons. En Albon weet dan de positie te pakken van de Canadees. En schuift dan een plekje op. Maar ik ben ondertussen aan het vechten met Tsunoda. Die mij gewoon voorbij rijdt alsof ik stilsta. Dan ga ik er diep in bocht 3. Wil ik die positie natuurlijk niet afgeven. Ik ben ook een beetje agressief. Puur omdat ik denk van, hoe kan Tsunoda mij zo makkelijk voorbij? Hoe kan hij zoveel meer pace hebben? Tsunoda natuurlijk de man die al wat problemen heeft gekend, is al naast de baan geweest. Dus zat echt 6, 7 seconden achter ons. Maar haalt ons nu gewoon weer helemaal bij. Als je ziet dat het wel een drukte van je welste is met Albon, Vettel, Stroll, Tsunoda. En wij allemaal met elkaar aan het vechten. En inmiddels sluit Kevin Magnussen ook gewoon aan. Magnussen die 6, 7 seconden tijdens zijn pitstop is verloren omdat hij nieuwe voorvleugel moest halen. Dus al met al zijn dat wel allemaal tekens dat het niet heel geweldig gaat bij ons. En dat we niet echt de pace hebben. Aangezien mannen gewoon met ziek oponthoud alsnog nu voor ons zitten. Als we dan wel een meevallertje hebben. Guan Yu Zhou valt uit met ook een ploffende Ferrari motor. Zo hebben we dus een Red Bull powertrain van Fittipaldi zien ploffen. En nu ook een Ferrari van Zhou zien ploffen. Levert ons wel weer een gratis positie op. Dat is fijn. Maar ondertussen zijn wij nog steeds aan het vechten met de mannen achter ons. Magnussen en Tsunoda. Magnussen is Tsunoda dus voorbij gegaan. Probeert het hier nu ook aan mijn binnenkant. En inmiddels ben ik de aansluiting met Stroll, Albon en Vettel volledig kwijt. En dat heeft mede te maken door dit soort akkefietjes. Ik zie opeens aan de binnenkant Magnussen komen. Ja, dan kan ik niet naar de apex sturen. Echt een sikke divebomb. Ik heb geen idee wat hij probeerde. Hij was aan het verdedigen ten opzichte van Tsunoda. Maar ja, waarom hij dit dan doet, geen idee. Dit is echt een divebomb die ik normaal maak. Maar de AI doet het nu ook. Wel ontzettend leuk, want dat maakt het racen leuk. Wat het racen minder leuk maakt, is mijn lack on a straight line speed. Hier zie je het weer. Zelfde plek als dat Ricciardo en Albon mij al voorbij gingen. Magnussen, ik kan er gewoon niks tegen doen. Hij is gewoon veel sneller daar de exit uit de chicane bocht 19. En
ja, rijdt dan gewoon makkelijk naar mij toe met DRS natuurlijk. Dat heb ik dan niet. Dat scheelt dan ook nog wel. Maar ik gebruik mijn batterij. Ik doe wat ik kan. Maar met slipstream en DRS, ik ben gewoon kansloos tegen Magnussen. En hij heeft een gat van 6 seconden, wat hij natuurlijk had na zijn pitstop door de voorvleugelwissel. Heeft hij helemaal dicht gereden. Hetzelfde als Tsunoda. Rijdt me hier ook voorbij op het rechte stuk natuurlijk ook met DRS en slipstream. Maar inmiddels is Magnussen al 3 seconden bij mij weggereden. Ik heb gewoon totaal geen pace in mijn auto. En ik denk dat ik wel kan zeggen dat dit echt de slechtste baan is voor de bankzitters, voor team bankzitters, wat we tot nu toe hebben ervaren. Als je ziet dat nu zelfs Gotifi in de Williams een aanval doet op mij. Natuurlijk is het Latifi en die kan niet zo goed rijden, dus hij mist zijn rempunt volledig. Wij kruisen terug en pakken de positie wel weer gelijk terug. Maar besef, het gat naar Magnussen is 5,5 seconden inmiddels. Vettel zit daar wel nog voor. Vettel natuurlijk inmiddels met wat oudere banden is natuurlijk 4 rondjes eerder gestopt dan wij. En je ziet dat Vettel uiteindelijk wel die positie aan het verliezen is en langzaam ook tempo aan het verliezen is. Want net zat hij nog voor Magnussen, dus minimaal 5,5 seconden, zeg bijna 6 seconden voor ons. En nu zit gat nog maar 3. Wat betekent dat hij echt veel tijd aan het verliezen is. En Sebastian Vettel komt hier nu in gevecht met Tsunoda. En Tsunoda doet dan eigenlijk hetzelfde als Magnussen. Gaat daar vol de muur in. En ja, breekt dan een stuk van zijn voorvleugel af. En heeft geluk dat zijn ophanging niet afbreekt. En ondanks dat, kun je nagaan, deze schade voor Tsunoda, haalt hij alsnog dit rondje Vettel in. En Vettel had net nog een gat van ongeveer 6 seconden op ons. En daar sluiten wij ook bij aan. Oftewel, Vettel is echt pace aan het verliezen. Als je ziet dat wij dus aansluiten bij Vettel, DRS krijgen. En ja, logischerwijs, Tsunoda naar binnen moet voor een nieuwe voorvleugel. En dus zijn race weggooit. Die is nu al helemaal klaar. Moet een extra pitstop maken. En verliest dus niet 6 seconden door een nieuwe voorvleugel te halen. Maar wel ongeveer, nou, het zal het zijn 20, 25. Omdat hij ook nog een extra pitstop moet maken. En wij ondertussen dus weer op P18. Nog steeds Latifi achter ons. Maar Vettel voor ons. Als je ziet dat Tsunoda dus 20 seconden achter ons de baan weer opkomt. Dat is het verlies wat hij maakt. Als Vettel zich hier dan verremt en blokkeert. Aanremmen bocht 6 is dat. Dat is ook een vernieuwd stuk. En zo pakken wij de positie van Vettel. En als je het ook ziet vanaf de herhaling. Ja, dan is het eigenlijk wel. Ja, gaat gewoon heel wijd. Wij kunnen er binnen door. En het voordeel is, dat zie je vanaf de onboard van Latifi. En dat is wel winst voor ons. Latifi moet juist op de rem. Omdat Vettel terugstuurt naar de racinglijn. En dat kost hem dan weer tijd. Omdat we weer iets van ruimte krijgen. Maar ja, een half rondje later is Vettel ons alweer voorbij. Omdat wij gewoon zo weinig snelheid hebben op dat rechte stuk. En Vettel had denk ik een probleem of zo. Dat hij opeens zoveel tijd aan het verliezen was. We wonnen in 3 rondjes tijd 6 seconden. Gingen hem uiteindelijk voorbij. Maar nu lijkt het probleem te zijn verholpen. En kan hij ons weer terug aanvallen. Zien we dus ook hier. Ja, en hij haalt ons dus meteen weer terug in en we vallen terug naar plek 18. Ja, al met al is dit echt een dramatische race voor ons. Maar goed, we zijn natuurlijk een van de slechtste auto's op de grid. En kennelijk is Australië ook nog eens een circuit wat ons als auto, maar ik denk ook mij als coureur, niet zo ligt. Zeker dit einde, die derde sector, ja, ben ik gewoon echt slecht. En ja, het meest pijnlijke moment misschien wel wat je hier kan veroorloven. Je wordt ingehaald door Latifi. Net verremde die zich nog in bocht 1, waardoor we terug konden kruisen. Maar dat lukt nu niet eens. De laatste ronde is ingegaan. We rijden op dit moment op plek 19. De enige mensen die nog achter ons rijden is Tsunoda. Die een extra pitstop heeft gemaakt en een nieuwe voorvleugel heeft moeten halen. En ondanks dat is het gat toch maar 7,5 seconden. Dus dat zegt ook al iets. En Joe en Fittipaldi die allebei zijn uitgevallen. Oftewel, we zijn qua raceauto eigenlijk laatste. Als in alleen mensen die achter ons finishen zijn mensen die problemen hebben gekend. En dan moet je je nog voorstellen dat Magnussen dus echt nog ruim voor ons zit. Echt dik voor ons. Kijk even linksonder op de minimap waar hij al helemaal rijdt. En die man heeft een nieuwe voorvleugel moeten halen. Oftewel, absoluut geen succes deze race. Maar wel voor Max Verstappen, die wint hem. En überhaupt voor Red Bull, want Perez wordt derde. Sainz wederom op het podium in de tweede plek. En wij dus zogezegd helemaal in zak en as. En ons team sowieso in zak en as, aangezien ik 19e word en Fittipaldi uitvalt. Deze race moeten we snel vergeten. We moeten doorontwikkelen. We moeten gaan oefenen met onze setups. En er is nog veel te winnen. Gelukkig verliezen we geen plek in het kampioenschap. We hebben nog altijd natuurlijk 2 puntjes. Carlos Sainz is de nieuwe leider in het kampioenschap. Dat is dan wel weer leuk om te zien. Wij blijven 7e met Bankzitters Racing. En op zich hebben we wel goed vooruitzicht. We worden nu level 5. We kunnen een sponsor gaan toevoegen. We krijgen wat geld erbij. Ik ben hartstikke enthousiast over de volgende aflevering. Het is nog begin van onze carrière. Begin van ons seizoen. Dit hoort erbij. Gaat allemaal goed komen. Ik hoop jullie weer te zien in een nieuwe video. Tot dan. En later mensen.